Dus laat jullie eens horen. Die hangen eraan, die moeten meezingen. Ja, oké. Okay. Het wordt een sfeervol moment, kan ik mij voorstellen. We gaan het even helemaal stilmaken. Hè? En even alle aandacht naar Mathieu en Guillaume. Voor hun versie van de, laten we zeggen, de 2-1 gisteravond. Doe maar, jongens. Kampioenen! Het gras is altijd groener in Brazil. De duivels zijn er heter, de zomer duurt er lang. Het gras is altijd groener in Brazil. De vrouwtjes zijn er schoner en de Algerijnen stil. Het was maar net begonnen, we zaten in een dip. Een foutje van Vertongen en de bal ging op de stip. Courtois kon hem niet pakken en daar ging zijn clean sheet. Ook geen Bueno voor Lukaku, want Romelu scoorde niet. Het gras is altijd groener in Brazil. De duivels zijn er heter, de zomer duurt er lang. Ja, het gras is altijd groener in Brazil. De vrouwtjes zijn er schoner, sorry Tanja, en de Algerijnen stil. Viel niet veel te lachen tot na het fluitsignaal. Maar toen kwam Dieske Mertens en hij scoorde magistraal. De kopbal van Fellaini deed de Algerijnen pijn. Het bleek een gouden wissel van Wilmotske te zijn. Ja, het gras is altijd groener in Brazil. De duivels zijn er heten, de zomer duurt er lang. Ja. Het gras is altijd groener in Brazil. De vrouwtjes zijn er schoner en de Algerijnen stil. Harmonica! Voor de ladies. De kopman van het elftal, het is onze kapitein. Hij houdt de ploeg op koers, terwijl zij aan het zwalpen zijn. Zijn sixpack legendarisch. Hij heeft een schoon chassis, een torso uit de duizend. Het is Vincent Kompany. Het gras is altijd groener in Brazil. Het is altijd groener in Brazil. De duivels zijn er heter, de zomer duurt te lang. Het gras is altijd groener in Brazil. De vrouwtjes zijn er schoner en de Algerijnen stil. Het gras is altijd groener in Brazil. Ja! De duivels zijn er heter, nee. De zomer duurt te lang. Kampioenen! Het gras is altijd groener. De vrouwtjes zijn nu schoner. Nee. En de Algerijnen stil. Wereldkampioen, jongen! Allee, man! Fantastisch gedaan, hoor. Mooi, mooi, mooi. Oh, oh, oh. Oh, die tekst is bijna geweldig. Bijna geweldig, los van die meisjes. Maar ik ben er eigenlijk redelijk van overtuigd dat ze minstens even zwoer zijn als die meisjes van hier. Jongens, jullie hebben dat onwaarschijnlijk fijn gedaan. Zeg, de een en ander behoeft wat uitleg, denk ik. Die clean sheet van Courtois, dat heeft te maken met die goal die... Dat is niet zijn onderbroek. De clean sheet is eigenlijk het aantal doelpunten dat hij al dan niet heeft binnengelaten. En hij zou een clean sheet, dus hij zou 100 matchen gespeeld hebben zonder één goal binnen te gaan. Ja, dat is waar. Daar dachten de Algerijnen anders over. Die heeft ook veel prijzen gewonnen gehad en zo. Thibaut Courtois. Maar was toch niet de story award. Nee, die nog niet. Die nog niet. Misschien tegen Rusland, wie weet. Laat ons open. Ja, want we gaan natuurlijk ook heel erg duimen voor die jongens. Aanstaande vrijdag is dat.
Jullie gaan kijken ook vrijdag. Is dat vrijdag? Nee, dat is zondag. Zondag. Ik ga hier niet de nacht en trainagen zo staan. Wim staat er hevig. Het heeft te maken met het feit dat we vrijdag een voorbeschouwing hebben voor die match van zondag. En dan hebben jullie één nacht de tijd om hier maandag opnieuw te staan voor een verse aflevering van jullie ten derde brenging van... In het Russisch was dat zeker, hè? Ja, als het even kan. Ja. Ik vond het wel tof, hoor. Ik ben nog helemaal in die sfeer van het nummer, zo gezegd. Bijzonder. Dan doe ik een Fransje nog, hè? Ja. Ja, nog één keer. Allee, nog één keer. Het gras is altijd groener in Brazil. Maar wij hebben ons tanja en de gerijnen blijven stil. Het mocht een beetje meer zijn. Aangepaste versie, I love.